Hey, mijn naam is Gijs Bodenstaf en in deze video ga ik jou laten zien hoe je binnen 1 minuut een professionele YouTube intro kunt maken zonder software, zonder technische kennis, dus kijk even mee. Als eerste gaan we naar een website wat heet pensoid.com. Je klikt vervolgens op Clipmaker 2. En dan kun je hier een template kiezen voor je intro. Nou, ik scroll bijvoorbeeld naar deze. En dan kun je eigenlijk gelijk zien hoe de template qua animatie gaat bewegen. Dus je klikt op play. Als je de muziek even wil uitzetten, druk je op mute. En je ziet gelijk wat de animatie doet. Hiermee kun je hem vertraagd afspelen. En hiermee kan je het geluid, de geluidwave zien. Nou, om de tekst aan te passen, ga je eerst van boven naar beneden alle opties doorwerken. Je kunt hier de videoresolutie aanpassen. Je frame rate, dus het is afhankelijk of wat je op 30 of op 60 schiet. Het aantal seconden, stel dat je dat op 8 wil zetten. Dan ga je naar de tekst, daar klik je op. En dan zie je dat je hier een nieuwe tekst kunt intypen. Wil je hem wat kleiner maken, dan hou je je muis in en dan schuif je hem naar links. Of je kan hem ook gewoon handmatig intypen. Stel dat je de kleur wil wijzigen. En er zijn nog heel veel andere opties. Je kunt de thickness kan je aanpassen. Je kunt de size. Hè, wil je hem in het midden of wil je hem links? Er zijn super veel leuke opties. Het is echt een mooi programma. Maar we gaan eerst de kleur aanpassen. We gaan even kijken hoe die dan wordt. Je kunt met deze lijnen, dat zijn 3D-lijnen, kun je dus alles aanpassen hoe je de positie van je intro wil maken. Stel dat ik hem een beetje zo wil houden. Mooi. Als je nou je intro wil downloaden, dan ga je gewoon heel simpel naar Downloads. Je drukt op Start Video Renderen. Dat duurt even, een beetje afhankelijk van wat voor videokaart je hebt en je internetverbinding. En je kunt direct je video downloaden. Dat duurt even. Maar als het goed is, gaat hij vanzelf downloaden. Je gaat hem opslaan. En je hebt gelijk je intro. Nou, er zitten echt super handige opties in. Maar wil je echt binnen 1 minuut een intro maken, dan zou ik gewoon een van de templates kiezen. Een ander programma wat je kunt gebruiken voor een gratis intro, dat is Flixpress, flixpress.com. Je moet je wel even registreren, even de e-mail bevestigen. En dan zijn er eigenlijk 5 gratis templates. De rest daarvoor moet je betalen. Maar stel dat ik deze zou willen nemen. Je klikt erop. Je zegt Customize Now. Even bevestigen. Next. Je kiest een plaatje. Bijvoorbeeld Minecraft. Je upload hem. Je drukt op Next. Dan kun je nog een tekstje plaatsen. Gratis intro in 1 minuut. Je plaatst de order. Ja. Dan duurt het even een tijdje voordat hij gaat renderen en voordat hij af is. Dus je moet even geduld hebben. Je klikt op preview.
En je gratis intro is klaar binnen 1 minuut. Je kunt dan totaal 2 minuten intro's maken met Flixpress, alleen uit die 5 templates. Dus stel dat je een nieuwe wil maken of een andere. Dan ga je naar Automated Templates. Je kiest voor de Free Plan Templates. En stel dat ik een deze zou willen nemen. Customize now. Confirm next. Gratis intro in 1 minuut. Je plaatst de order. Yes, en dan gaat hij weer even renderen. Je bekijkt even je bestelling. Nou, hij is nog bezig, helaas. En je ziet dat hier dus de tijd van de 2 minuten afgaat. En je kunt 1 keer per maand 2 minuten intro's maken binnen die 5 intro, die templates. Nou, je klikt op preview. En je ziet, je intro is klaar. Het heeft wel beperkte mogelijkheden. En met Pensoid kun je veel mooiere dingen, veel flexibeler kun je je intro maken. Maar wil je even snel een eenvoudige template met heel weinig werk, dan zou ik flixpress.com kunnen aanraden. Mocht je nou een intro door iemand anders willen laten maken, dan kan ik je een website aanraden. Dat is fiverr.com. En daarin maken mensen eigenlijk over de hele wereld voor $5 of soms iets meer. Bijvoorbeeld een intro, maar ook een stukje design. Dus als je dan naar Fiverr gaat, je hebt een account aangemaakt en je hebt ook een PayPal-rekening, want daarmee kun je dus afrekenen. Dan kun je bijvoorbeeld naar video en animatie gaan en dan zie je hier intro's. En dan kun je, ik zou altijd de hoge rating nemen, dan weet je in ieder geval dat er kwaliteit wordt geleverd. En dan kun je gewoon kijken wat mensen voor intro's allemaal aanbieden. Dus stel dat ik een willekeurig even neem, daar klik je op en dan kun je dus zien hoe de intro eruit gaat zien. En daar kunnen ze dan jouw YouTube kanaalnaam inzetten of je bedrijfsnaam of whatever wat je erin wil hebben. Dus fiverr.com, onder de €5 wordt er een professionele intro voor jou gemaakt. Je kunt heel eenvoudig afrekenen. Ik ga dat nu even niet doen. Maar een superhandige site als je zelf geen technische kennis hebt of je hebt geen zin om een intro te maken, zou ik je zeker Fiverr aan kunnen raden. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over hoe je een YouTube intro kunt maken? Stel je vraag even hier beneden en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.